Wat die kilometerheffing betreft voor voertuigen, voor personenwagens, dat moet er komen. Dat staat in de sterren geschreven, ook voor Wallonië en voor Brussel. Spijtig is dat wij als Vlaanderen daar allicht het voortouw in zullen nemen. En dat is op zich spijtig natuurlijk, hè, want je moet je dan voorstellen dat je dus verschillende regimes gaat hebben wanneer je van hier naar Leuven rijdt. Van Brussel naar Leuven, dan heb je daar toch hier en daar nog een stukje Brussels gewest. Als je hem doorrijdt naar Luik, dan pas je om de haverkap. Dus, dus met alle respect, dit is niet verstandig. Hè? Maar goed, dit is de opdeling van Vlaanderen. Van Vlaanderen was ik nu. Van ons land, van Vlaanderen. Ons land. En dat vergt dus overleg, ja. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.